KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie. Welkom allemaal bij een nieuwe wedstrijd uit de 11e speelronde van de E-divisie. Een geel-zwart onderrondje vandaag. Rode JC tegen Vitesse. Dit is het team van Tom Heijnen. In vorm Francisco Isco. En Baby Gullet, 86 rated. En natuurlijk Ronaldinho. Dit is dan het team van Pasqui Rokus. Wat ook sinds een paar rondes geleden is gewisseld. Petit linksachter, dan op rechtsachter. Opvallende naam. Hij is ook links. Dus dat valt best op. Een rechtsachter met een linkerpoot. Ben jij links of ben je rechts, Koen? bedoel je politiek of met mijn voeten? Met je voeten. Laat het politiek even neutraal houden. Heel goed. Nee, ik ben rechts. Je bent rechts, oké. Maar spannend. Ik moet wel zeggen, die Petit schuift hij volgens mij door naar het middenveld. Ah, oké. Okay. Zet hij dan Rudy rechtsachter of wisselt hij een rechtsachter? Die wisselt hij ook weer. We gaan het straks allemaal wel zien. In elk geval is hier Roda voor het eerst gevaarlijk. Het belooft in ieder geval een hele mooie pot te worden. Tom natuurlijk met het beste offensieve record van alle clubs. En Pasqui die de vorige ronde, 6-4 had gewonnen. Of 6-3 of 6-4 had gewonnen van Tony Kok. Dus tja. Bij hem zijn de doelpuntjes ook altijd flink aanwezig. Het zijn inderdaad twee aanvallend zeer sterke spelers. Hier is Ronaldinho alweer. Yes. Oké. En de 1-0. Goeiedag zeg. Het is een heel zwart-geel videootje zo. Met natuurlijk de tenues van Roda en de shirts die Pasqui en Tom zelf aan hebben. Ja. En ook het logo van de E-divisie en zo. Oh, ook dat nog, ja. Je zou er bijna een soort geel-zwart... Maar mijn OCD wordt hier heel erg van tevreden gesteld. Ja. Pasqui mag helaas niet in het geel en zwart spelen. En wat jij zegt inderdaad, Walker wordt ingewisseld. Dus betekent dat Petit naar het middenveld gaat. Slimme keuze. Ja, dat is inderdaad hoe het gaat. Pjanic hebben we daar nog meer op het middenveld. En ook Modric met Petit dus als controleur. En Suarez wordt dan toch ook ingewisseld? Of die stond er al? Suarez stond er al. Wordt op 10 gezet door Vitesse. Precies. Maar voorlopig is het Tom Heijnen die de aanval opzoekt. En ja, we zijn eigenlijk niks anders van hem gewend. Hij staat gedeeld eerste. Wel bovenaan natuurlijk, vanwege zijn doelpuntensaldo. Maar hij stond gedeeld eerste. Tom doet het hele seizoen al fantastisch. Hij is de man to beat inmiddels. Als je van Tom kan winnen, dan ben je een hele grote. Ja. En Pasqui is iemand die dat kan. Hij won vorige week nog van Tony Kok. Dus als iemand het kan en als iemand... De eerste persoon die Mitchell Denkers had verslagen. Ja. Mitchell Denkers die nu inmiddels al 3 keer verloren heeft. Dat is, ja, maar als iemand Tom heel moeilijk zou kunnen maken, is het Pasqui wel. En ik verwacht, niet alleen doordat we na 5 minuten hadden enorm gezien, zo van een schitterende actie. Kan Ronaldo daar nog iets mee doen? Houdt de tijd, Neuer bokst hem weg. Maar niet alleen daardoor, ik verwacht überhaupt gewoon een zeer doelpuntrijk duel. Tot nu toe ziet het er heel veelbelovend uit, Koen. Absoluut. Doelpunt van Roda, grote kansen Vitesse. Ga er nog even allemaal goed voor zitten. Als je dat nog niet al deed, pak je bakje popcorn erbij. Je zakje popcorn, maak het allemaal uit. Dit is hier een grote kans gaat voor Roda. Nee. Buffon, goed uitgekomen. Buffon, waar we nog af en toe vraagtekens bij plaatsen helemaal. Als we hem soms in actie zien, net zoals de vorige wedstrijd. Tony Kok gebruikte Buffon, Pasqui heeft Buffon. Er vielen 10 doelpunten. Ja, dat is inderdaad wel typisch. Maar ja, dat zegt natuurlijk niks. Hij linkt zo lekker met Chiellini natuurlijk. En met Manolas eventueel. Ja, ik gebruik altijd liever Benatia. Oh ja? Ja. Maar ik vind Benatia echt een beest. Maar die is niet super snel. Hij is sneller dan Chiellini. Is hij sneller dan Chiellini? Ja, hij heeft alleen minder stamina. Dus hij is iets minder moe. Stamina. En zijn verdediging en fysieke kwaliteit is toch ook wel uurtjes minder? Fysiek is even goed als Chiellini. En hij heeft een hero card gekregen. Dus het valt heel erg mee. Interessant. En, ik doe het voor de Marokkaanse kijkers. Die, die mogen er trots op zijn. Want ja. Marokko gaan we natuurlijk gewoon in actie zien op het WK. Zeker. Ja, daar zal hij natuurlijk een groot aantal in hebben. Ja, Benatia, hij heeft het doelpunt gescoord dat Marokko naar het WK... Daarom heeft hij die hero card. Daarom heeft hij een tijdje terug die hero card gekregen. Mehdi Benatia. Mehdi. Opvallende naam natuurlijk. Een speler waarvan je niet meteen zou denken dat het een topspeler is, topverdediger. Maar hij heeft natuurlijk bij Roma bizar goed gedaan. Toen naar Bayern München en nu bij Juventus inmiddels. Maar goed, die speelt nu helemaal niet. Dus laten we daar niet verder op ingaan. Kyle Walker, de ingebrachte Kyle Walker, die nu de bal heeft. Is het niet zonde als je al vrij vroeg in de wedstrijd een van je wissels gebruikt? Ja, dat is zonde. Dat is een discussie die natuurlijk al heel vaak voorbij is gekomen. Maar het is ook zonde als jij spelers niet op full chemistry hebt staan. Al komen ingewisselde spelers ook maar op 6 chemistry. Maar ja, voor bepaalde teams is het nou helemaal noodzakelijk. Je zult in elk geval niet twee van dat soort spelers zullen zijn verkeerd. Ja, dit is een geweldige kans alweer voor Pasqui. Oké. McGinley spin en dan staat Furlan net op de goede plek. Die zien we niet zo vaak meer, de McGinley spin. Lekker als die even een keertje zo effectief wordt gebruikt. Lekker. Klopt, lekker. Wat zei je dat op een enthousiaste, kinderlijke manier? Ja, ik kan er ook van genieten. Het is gewoon een heerlijke aanval van de pot. Er zit geen buitenspel. 2-0. Pasqui weet zelf ook niet wat hij aan het doen is. Daar kreeg Ronaldo in één keer heel veel ruimte. Is dat verkeerd? Ja, dat is verkeerd gestapt door Jerome Boateng. Juist doordat hij het ziet, denk ik. Hij switcht naar Boateng om tussen die paas in te komen.
Maar de steekpaas is rachfijn, zoals je zou kunnen zeggen. Paschi deed ook even zijn beklag. Zegt, wat is dit dan? 2-0 Roda, Tom zal er maling aan hebben. Ja, en dan wordt het heel lastig. Ondanks dat we natuurlijk ook wel Tom vaak nog veel tegendoelpunten hebben zien krijgen. Want hij heeft dan wel eens weliswaar 41 doelpunten gescoord. Waar er nu dus 2 bij zijn gekomen. Bijna 3. Isco met een grote kans. Maar hij heeft ook 23 doelpunten tegen. Dus. Nee, maar dat is het. En daarbij komt ook nog het feit. En dat zeiden we de vorige wedstrijd van Paschi ook al. Toen hij tegen Tony Kok van een 3-1 achterstand helemaal terugkwam. En uiteindelijk met 6-4 won. Paschi is iemand die weet en altijd beseft dat hij makkelijk doelpunten maakt. Dus deze wedstrijd is in de 35e minuut echt nog niet gespeeld, hoor. Nee, zeker niet. Maar ja, het gevaarlijke is, en dat gaan we gewoon eenmaal, dat Tom ook zijn beste verdediging... Ja, het klinkt Johan Cruijfferig, maar zijn beste verdediging is de aanval. Doordat hij zelf zoveel kansen creëert en zoveel balbezit heeft. Klopt. Als scoor je er nu nog één of twee tegen Tom, bedoel je... je gaat er ook hoogstwaarschijnlijk nog eentje tegen krijgen. Ja. Ja, dat is zo. Dat is zo. Nee, ja, je begint liever met een 2-0 voorsprong dan dat je begint met een 2-0 achterstand. Die wordt aangespeeld. Ja, dit. Ja, 2-1. Natuurlijk, 38e minuut, 2-1. Het is mooi dat je dan al ziet op het moment dat Ronaldo hier de bal pakt... dat je weet, oké, dit gaat een doelpunt worden, want de manier waarop Bill vrij loopt... Goed afgemaakt ook, ja. Het is 2-1. Het is gewoon weer spannend, hoor. En als Tom nu eentje scoort en Paschi 3 in achter staat... dan wordt het dan weer een 6-4 voor Paschi, hoor. Dan wordt dit weer... Het wordt gewoon weer... Nee, joh! Het wordt 6-4 voor Paschi. Voor Paschi. Paschi, wat zeg ik nou hier? En Tom wist het al voordat die bal tegen het netje hing. Met rechts ook, wat is dat dan? Maar dit zijn van die dingen. En daar kijk ik naar. Dan denk ik, shit, ik zou dit niet eens proberen. Maar hij doet het. Ja, dat is dus... Inderdaad, 2 of 3 sterren weak foot heeft die Gareth Bale. Maar hij poft hem tegen de touwen. En weer Buffon, eerlijk is eerlijk... die er niet goed uitziet, toch? Ja, is dat dan misschien iets dat je dan zelf... Ik heb dat bijvoorbeeld, ik had het een paar FIFA's geleden. Toen merkte je werktempo, merkte je echt heel erg. En maar aan je backs. Als je backs hoog hadden, dan was het goed. En als ze hoog-medium hadden, dan was het eigenlijk toch alweer een beetje heel aanvallend. Mm-hmm. Ik had op een gegeven moment een periode dat ik alleen maar op die werktempo's lette. En nu dit jaar let ik heel veel op 5-star weakfoot, omdat het gewoon heel goed is. Eigenlijk kan het ook gewoon heel negatief zijn... Let je daar te veel op en kan het je spel zo erg beïnvloeden? Ja, dat is wel waar. Dat heb je wel echt een goed punt. Soms speel je met een of ander bronzen team of speel je met een random team tegen een vriend. En dan heb je eigenlijk van geen enkele speler een idee of ze rechts of links zijn. Ja, dat doe je dan altijd met maat. En dan kies je dat je 3 keer rennen moet gaan doen en dat je dat team dan moet gaan spelen. En dan speel je met Osam Spoor van de Turkse League of zo. Je kent 1 of 2 spelers omdat ze een zilverkaartje hebben op Ultimate Team. Ja, dan speel je gewoon heel goed omdat je het heel basic houdt. Ja, kijk even naar die kansen. 5 tegen 5. 60% balbezit voor Tom, hoor. 60%. Ja, maar... 59. Maar Paschi is echt iemand die geen balbezit hoeft te hebben. Dat maakt hem echt niet zoveel uit. Nee. En nu zien wij de inmiddels beroemde keuze. Boateng op centraal verdediger in het middenveld. Ja, dat vind ik een geweldig... Dat vind ik van die leuke dingen om te zien. Omdat je dat dingen zijn die je nooit iemand ziet doen. Nee, maar elke wedstrijd doet hij het. Maar in plaats van dat hij naar 5 verdedigers switcht... Oké. Paschi... Met links, met Suarez, weak foot. Al maak je bij Suarez eruit. Alsof hij een tegendoelpunt heeft gekregen, Paschi. Ja, omdat hij nog achter staat. Hij staat nog achter. Ja. Nou, het is goed dat je zo betaalde zo inhoudt. Zeg. Ja. Geweldige finish. Met links, hard. Binnenkant paal. Beter kan niet. Laag over de grond. Ja, dit is ja. Top. En dan is het gewoon weer een hele spannende wedstrijd. Het is een geweldige wedstrijd. Dit zijn de wedstrijden waar wij hier commentaar voor willen geven. Dit is toch waar wij ook Eredivisie voor kijken. 2 aanvallende spelers, veel doelpunten. Goede teams, mooie namen. Mentale weerbaarheid van beide spelers. Ja, ik vind dit genieten. Ik vind het zo leuk dat Tom meedoet aan de top. Dat hij echt vecht om het kampioenschap. Ja. Het is echt één speler waar van tevoren niemand het van had verwacht. Als hij het kampioen wordt. Oh. Maar dan zou het ook gewoon, ja, weet je... Ik sowieso het. Als Ali of Tom het wordt... Die kans is groot, want die staan hier gewoon 3 punten los. En Tom staat inmiddels nog voor, dus virtueel heeft hij er weer 3 punten bij. En dit is een hele grote kans van Fiera. Ja, 4-2. Ja. Nou, laten we ervan uitgaan dat hij ook dit niet meer weg weet te geven. Het zou ook gewoon niet onverdiend zijn als één van die twee kampioen wordt. Natuurlijk niet. Als jij over 17 wedstrijden bovenaan staat, dan heb je het verdiend. Klaar. Dan heb je het verdiend. Niemand kan dan zeggen dat het onverdiend is. Hey, die Fiera, dat is grappig. Hè? Vorig seizoen zat hij natuurlijk ook als legend toen nog in FIFA 17. Nu is die 88-rated versie van hem aanvallend zoveel sterker. Ja, dat is bizar, hè? Dat is ongelooflijk. Je kunt hem gewoon op 10 of in de... Misschien zelfs wel in de spits zetten. Je kan hem ik heb inderdaad ooit een keer... Ik weet niet of het zijn 88-versie is of zijn 90 Prime versie. Maar één van die twee kaartjes... Niet, of nee, die heeft er nog niet. Maar je kan wel de in-game statistieken... grote kans voor Gareth Bale. Je kan wel de in-game statistieken ervan al opzoeken op het internet. Aha. En ik weet dus nog niet welke het is. Het zou me echt niet verbazen als het de 88 is. Die heeft... 81 finishing en 85 attacking positioning.
Dat zal die 90 prime versie zijn. Zo, 4-3. Goeiedag, wat een wedstrijd. En als je het over topfinishers hebt, dan is Pasqui er eentje en dan is Ronaldo er eentje. 4-3, weer terug in de wedstrijd. Maar laten we heel even doorgaan op de Vieira. Heel ja. Eventjes. Dat moet dan wel haast die echte prime versie zijn. Ik weet van die 88 versie dat al zijn shooting kwaliteiten rond de 75 liggen. Ja. Maar dat is echt de enige statistiek, als het ware. Een ingrijp van Chiellini even tussen. Ja, geweldig. Nee, echt geweldig. Ja. Maar dat is echt de enige kwaliteit van Vieira waar alles rond de 75 hangt. De rest is allemaal 80 plus. Ja. Maar die shooting is gewoon in orde. He? Als jij als controlerende middenvelder eigenlijk, want dat zo zie ik Vieira, gewoon 75 finishing. Maar dat is zo lekker en zo belangrijk. Oh, als je een speler hebt, dat is het ding met Bakayoko. Oh. Hij is heel goed en hij is vrij overpowered. Maar je hebt altijd, maakt niet uit of het je centrale verdedigers zijn, helemaal in een weekend league, als je 40 potjes speelt, heb je altijd wel een paar momenten erin zitten. Grote kans voor Maldini. Dat hij ook voor de goal komt. Dat elke speler die je hebt voor de goal komt. Dat er in één keer vanaf een corner een bal blijft liggen. En dat je centrale verdediger in één keer staat. Ja, dan heb je maanden last met 19 shooting. Ja. Nee, precies. Nou, wat dat betreft Maldini bijvoorbeeld weer echt een beest. Dat slaat ook nergens op. Ja. En dat is het lekker altijd. En, helemaal als je team of the year Sergio Ramos had vorig jaar. Die kon je gewoon in de spits zetten. En die kon je gewoon echt in de spits zetten. Ja, dat geloof ik. Aspilicueta is ook zo iemand. Gewoon met veel aanvallende kwaliteiten. Het is altijd zo lekker als hij een centraal verdedigend middenveld een kaartje krijgt op FIFA. Dat speelt hij nu niet zo vaak meer, maar dat gebeurde vroeger nog wel eens. Ja. Het is altijd lekker hoor bij zulke spelers die dan verdedigers zijn die mee kunnen voetballen. Ja. Even weer inzoomen op deze wedstrijd. We zitten precies halverwege de tweede helft. Veel kansen van Roda ondertussen. Ja, ik wilde zeggen dat valt me op en het valt al weken op. Hoe ongelooflijk makkelijk Tom gewoon aanvalt. Hij leidt geen balverlies. Ja. Elke keer dat hij... spel zonde. Elke keer dat hij in de aanval is, komt er een grote kans. Let op, laten we even op gaan letten. Tom heeft precies de juiste mix tussen pasen en toch even die bal bij zich houden en misschien wel een korte actie inzetten. Ja. Af en toe een skill movie, maar hij leidt geen balverlies. Hij tijd ook in de rust. Maar kijk, dit is hier gewoon heel rustig indribbelen, dan weer tikken. En dan zien wie je tegenstander geselecteerd is. Je hebt een andere man op zoeken. Hij ziet het gewoon. En dit is ook, hij wordt geblokt, maar dit is een kans inderdaad. Jij zegt het vanaf de helft van zijn helft. Snap je? En ik wist het eigenlijk al vrij zeker dat het weer een redelijk gevaarlijk moment zou gaan worden. Ja. En daaraan merk je gewoon dat iemand de game aanvallend gezien volledig onder controle heeft. Ja. Ja, het is dus het mooie. Het is niet alleen aanvallend voetbal wat hij speelt, maar ook gewoon heel erg mooi op balbezit. En nauwkeurig en precies. Wat je net ook weer zag, volgens mij was hij Ronaldo geselecteerd. Dan ziet hij dat Pasqui een verdediger achter hem is. En dan geeft hij hem een tukje terug, zodat er een andere speler is die vrij staat. Hij heeft zelfvertrouwen, hij heeft rust. Hij zit er gewoon lekker in. Nee. Ja, het is klaar. Oh, je hoort Pasqui schreeuwen. Ja. Of 5-2 zeg ik. Het stond 4-3. Het was nog spannender dan ik dacht. Ja. Het is 5-3 nu. En dus weer die marge van 2 voor Tom. En weer Ronaldinho die heel belangrijk is. Pasqui komt elke keer terug tot op 1 goal. En dan scoort Tom weer. Man, het is zo verschrikkelijk frustrerend. Ja, maar Tom is te goed. Niet buiten spel. Chippy erover. Goed. Naast. Zo. Dat zie je niet vaak, dat een balletje die niet wordt aangeraakt naast gaat vanaf zo dichtbij een chippy. Zelfs, die gaan er zelfs meestal wel in. Was er een chip zelfs nog? Volgens mij, hij stuitte een beetje op, dus... Ja, raar schot was het. Ja. Maar 5-3 is het. Kan pas hier weer terugkomen. Kan gewoon, het. Hier is Boateng, hè? Ja, die centraal verdedigende middenveld. Ja, dat is zo lekker. Ja. Je brengt hem op centraal verdedigende middenveld in. Dus eigenlijk verandert er niks aan je positie. Maar misschien met zijn instructies. En juist omdat hij medium heeft. Dus of normaal in het Nederlands. En dus niet meer naar voren gaat. Blijft hij altijd een beetje daar achterin hangen. Ja. En dat is echt gewoon een soort van voorstopper / vijfde verdediger die je dan hebt. En hij wint alles in de lucht. Hij is behoorlijk snel. Hij heeft, geloof ik, 75 snelheid. Zoiets. Ja, dat is het, ja. Zo moet het zijn. Vorig jaar was hij sneller, volgens mij. Maar, Het is een beest. Het is een aanvallend. Ik ga die spelers bekijken. Tom zorgt er nu voor dat ik eens even die optie ga overwegen. Om ook gewoon Boateng als soort van sub. Niet van soort van sub, maar gewoon als een sub in mijn team neer te zetten. Ja. Hier is Boateng aan de andere kant in Vitesse shirt. Wat kan Pasqui nog? Ik ben bang. Dat heeft Bakayoko natuurlijk ook. Bakayoko heeft ook normaal werktempo. Ja. En die blijft er ook altijd hangen. Nou, in ieder geval opvallend. Ja, Tom, dat is dus het mooie. We prijzen hem altijd om zijn aanvallende voetbal. Maar defensief krijgt hij wel veel doelpunten tegen. Maar weet hij wel altijd zulke belangrijke voorsprongen vast te houden. Tom leeft en speelt dit spel en deze Eredivisie echt met het idee van... Ja, ik weet dat ik veel tegendoelpunten krijg. Ik weet dat mijn verdediging altijd mijn Achilleshiel is geweest. Maar ik score. Ik score elke wedstrijd 4, 5 of 6 goals. Dus, dat is echt bizar. Kom maar, weet je?
Kom maar. Speelronde 11 en nu wat is het 45 doelpunten. En gaat Ronaldinho weer. En Chippy en Buffon. Het was misschien ook wel net iets te mooi. Het was baalt zelf. Geweest. Het is mooi dat hij in de 90ste minuut 5-3 voor staat, maar alsnog baalt als hij een kans niet scoort. Je ziet hem alsnog zijn ogen dichtknijpen en denken, ah shit, had erin moeten gaan. Ja. Het is een genot om naar Tom te kijken. Het is ook een genot om naar Paschi te kijken. Die moet nu wel eventjes een pas op de plaats maken. Kan zijn schitterende overwinning tegen Tony nu even geen gevolg geven. En laten we er vooral bij stilstaan dat het heel vervelend kan zijn dat Roda het in het echt niet heel goed doet. Er is niet veel tijd over, sterker nog. Er wordt bijna afgefloten. En dat is misschien iets van een volgende wedstrijd. Maar, dat Roda straks degradeert, bedoel jij? Er is natuurlijk altijd een kans dat Roda gaat degraderen. Moet Tom even niet aan denken, denk ik. En wij op dit moment ook even niet, want het is veel te leuk. Hij doet in ieder geval hele goede zaken om bovenaan te blijven in de E-divisie en die titel binnen te slepen. De enige trots die Roda op dit moment heeft. En we gaan kijken wat ze in de interviews te zeggen hebben. 5-3. Tom, er zijn inmiddels 3 zekerheden in het leven. We gaan allemaal dood. Tom wint en Ronaldinho scoort. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ja. Tot nu toe weer, volgens mij weer 2 goals van Ronaldinho. Dat is echt belachelijk. Ja. Ik heb de tel niet meer bijgehouden, maar volgens mij is hij toch ruim topscorer inderdaad. Ja, ik weet het wel zeker. Ja, het gaat echt goed dit jaar. Ja, ik weet het wel zeker dat Ronaldinho topscorer is. Laten we het maar niet meer over hebben. Ik heb elke week hetzelfde interview met je. Maar Paschi, 5-3. Lastige wedstrijd. Jullie hebben al jaren tegen elkaar gespeeld. Hoe ging je deze wedstrijd in? Ja, altijd hele lastige wedstrijden tegen Paschi. Maar mijn vertrouwen is dit jaar zo goed dat ik gewoon echt... Ik had een heel goed gevoel voor de wedstrijd al. En dat heb ik nou eigenlijk elke wedstrijd. Dus zolang ik dat volhoud, weet ik gewoon dat ik heel ver kan komen. Dus ik ga het gewoon zien. Ja. Paschi komt een paar keer nog goed terug. Hè? Ik had een paar keer het gevoel van, ja, je bent niet van hem af. Het leek geen één keer echt gespeeld. Ja, dat gevoel had ik ook inderdaad. Paschi die is altijd van het terugknokken. Zo ken ik hem ook. Maar daarom, gelukkig maakte ik telkens weer het verschil wat groter. Dus ik ben scherp gebleven. Paschi, je speelt eigenlijk elke week een topwedstrijd hier in de Eredivisie. Hoe makkelijk kun je leven met deze nederlaag tegen Tom? Nou, ik moet zeggen, ik baalde er wel van. Maar goed, hij is ook gewoon supergoed. Als je met zo'n team tegen iemand speelt, ook die een minder team heeft... Ja, het is gewoon zo moeilijk om zo'n wedstrijd te winnen. Dat zie je ook. Elk schot bijna op goal zit er ook gewoon in. Kijk, hij was wel heel dreigend, maar elk schot die hij vuurt, die ging erin. Ja, dat is gewoon moeilijk. En ik had het toevallig dan ook, maar ja, vond die Ronaldinho zo moeilijk om te dekken. Het wordt bijna altijd een goal als hij voor de goal komt. Ja, je knokt je wel echt een paar keer goed terug. Tom komt snel op voorsprong, maar hij leek echt geen moment van je af te zijn. Nee, ik kom 2-0 achter, 2-1, 3-2 werd het, 4-3. Toen bij 4-3 wilde ik echt nu denken van het moet 4-4 worden, niet weer 5-3. Ja, toen liep ik weer te stuntelen, het was zo moeilijk om er doorheen te komen. En dan wordt het uiteindelijk weer 5-3. Ja, nou, toen wist ik wel op een gegeven moment van ja, dit kan niet elke keer weer terugkomen. Dat wordt gewoon, dit wordt gewoon heel lastig. Blik vooruit. Ja, het spel is goed als je gewoon dit spel tegen andere tegenstanders gewoon ook speelt. Dan ga je ook gewoon weer punten pakken. Dus volgende pot gewoon weer dit spel spelen en kijken of het nu wel een succes wordt. Top, succes. KPN, Mediamarkt, PayPal en Fox Sports. Partners van de E-divisie.